criminelen zijn niet altijd alleen maar afschuwelijke, vervelende, nare, gevaarlijke mensen. Wat is je lievelingsemoticon? Nou, dat is eigenlijk die knipoog. Deze misschien. Zoiets gebruik ik ook wel eens als ik in de file weer sta of zo. Ook misschien wel belangrijk. Nou, die heb ik nog nooit gebruikt. Maar moet je niet ook een beetje goed kunnen zwijgen als misdaad? Tuurlijk. Ja, je moet wel een geheim kunnen bewaren. Fijn dat je er bent. Ja. Ik ben Natalie. Ik heb een vraag voor u. Waar staat de R eigenlijk in uw naam voor? Ja. Ja, die staat voor Rambo. Ik dacht repelsteeltje. Nee hoor. Hij staat voor Rudolf. En waarom gebruik je hem zo? Toen ik 40 jaar geleden begon, waren er nog twee Peter de Vriezen die in de journalistiek zaten. En toen dacht ik van, nou ja, dat is verwarrend. En aan de telefoon gaat. Wacht even. Want je bent een druk bezet man. Zeker. Hoe ziet jouw dag eruit zo al dan? Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat ben ik over het algemeen aan het werk, ook in het weekend. Altijd onverwachts, op gekke tijdstippen, op gekke plaatsen. Je moet zorgen dat je alles weet, dat je op de hoogte bent, dat je relaties hebt. Maar ga je dan ook gewoon koffie drinken met criminelen? Ik ga zeker wel eens koffie drinken en gewoon een babbeltje maken. Het punt is ook, criminelen zijn niet altijd alleen maar afschuwelijke, vervelende, nare, gevaarlijke mensen. Nee, het zijn soms ook gewoon aardige mensen, maar die wel iets doen wat niet mag. Of soms eenmalig iets hebben gedaan wat niet mag. Hè? Hey, ik ben Sepp. Heb je zelf wel eens iets strafbaars gedaan? Nou, ik heb in mijn jeugd, toen ik elf jaar was, denk ik, heb ik wel eens iets gepikt uit een winkel. En toen ben ik daar ook voor gepakt. En dat was maar goed ook, natuurlijk. En toen heb ik een middagje en een avond in een cel op het politiebureau gezeten. En toen had ik het ook meteen wel afgeleerd weer. Dus, maar zou je je kunnen voorstellen dat je ook crimineel zou worden? Want je zit er heel dicht op en die mensen verdienen misschien heel veel geld. Nou, ik heb het natuurlijk inmiddels wel van dichtbij gezien dat mensen van misdaden plegen niet gelukkig worden. En dat geen fijn leven is en je natuurlijk altijd moet omkijken. Gevangenisstraf is het sowieso nooit waard. Het is heel naar om opgesloten te zitten. Dus ik zeg altijd van, blijf maar eerlijk, dan ziet je leven er veel beter uit. Hallo, ik ben Zweder. Heb je wel eens medelijden met criminelen? Nou, medelijden is een groot woord, want iedereen is natuurlijk verantwoordelijk voor wat hij heeft gedaan. Maar ik heb zeker wel bij criminelen in de gevangenis ben ik op bezoek geweest. Dat ik denk, nou ja, dit is een zware straf voor je. En jij zit hier en je vrouw en kinderen die zitten thuis en die hebben het moeilijk. Klasgenootjes die zeggen van, je vader zit in de gevangenis. Dat kan heel hard zijn en dat is echt geen lolletje. Wat is uw lievelingsmuziek? De Beatles. Let it be. Een lievelingsolympier? Sven Kramer. Een lievelingsmuser? Wat? Lievelingsvoetballer? Lionel Messi. Lievelingseten? Thijs. Lievelingsdier? Een hond. En lievelingscrimineel? Die heb ik niet. Hoi, mijn naam is Ria en ik vraag me af of er wel eens is ingebroken bij uw huis. Nou, bij mij thuis is nog nooit ingebroken, gelukkig niet. Durven ze niet natuurlijk. Nee. Ik heb een bordje op de deur, hier woont Peter R. de Vries. Ik ben Gelvin, ik ben 11 jaar. Wou je toen je mijn leeftijd was ook zoveel dingen doen met misdaad? En wou je toen ook al verslaggever en presentator worden? Ik wist al heel jong dat ik graag journalist wilde worden. Ik weet nog dat toen ik afscheid nam van de lagere school, hadden we een toneelstuk. Wat voor de ouders werd opgevoerd. En daar was één rol in van een journalist. En ik weet nog heel goed dat ik mijn uiterste best heb gedaan toen om die rol te krijgen. Want dat wilde ik toen. Ik kreeg die rol ook. En ja, wel heel leuk dat je dan later ook echt journalist wordt. Hoi, ik ben Ziet en mijn vraag is, u bent vaak bedreigd. Hoe is dat gekomen? Ja, ik ben vaak bedreigd en hoe is dat gekomen? Ja, meestal gebeurt dat omdat je natuurlijk iets over iemand uitzendt of publiceert wat die persoon niet fijn vindt. Nou ja, dan kan het wel eens gebeuren dat ze je bedreigen en wraak willen nemen. En, dat hoort helaas een beetje bij het vak van misdaadverslaggever. Weegt dat op tegen de leuke dingen van je vak? Nou ja, je moet daar tegen kunnen. Het hoort erbij. Net zoals dat een voetballer wel eens op de reservebank moet zitten of geblesseerd raakt.
In ieder vak heb je natuurlijk wel iets wat minder leuk is. Ja, maar bedreigd worden door een crimineel is wel wat anders. Dat dan is niet, niet fijn. Heb je wel eens bedreigd gevoeld dan? Op het moment dat natuurlijk een crimineel heel gericht zegt van nou wacht maar jongen, jij komt aan de beurt. En maakt me niet uit wat het kost en desnoods ga ik ervoor zitten in de gevangenis. Ja, dan wordt het een ander verhaal. Ja, en dat is ook wel eens gebeurd. Dat is natuurlijk ook wel eens gebeurd, ja. En toch vind je vak nog steeds leuk. Ja. Dankjewel. Okay. Bedankt voor je tijd. Ja, goed. Graag gedaan. Dankjewel.